Hoi, ik ben Sam en dit is een review van een iPad cover. Deze cover is geschikt voor de iPad 2 en 3, of iPad 2 en de nieuwe iPad, hoe je dat ook maar wil benoemen. Ook deze cover komt van tapcovers.nl. Als je onze reviews nakijkt, zie je dat er op het moment een hoop spulletjes van tapcovers.nl bij zit. Binnenkort komt er nog een heleboel Logitech spul bij van Logitech. Maar we zijn dus een lijstje aan het afwerken. En dit is de vierde cover volgens mij van tapcovers die we reviewen, of die ik review. En dit is mijn favoriet. En sterker nog, het is mijn favoriete cover op het moment zelfs. Het is lastig om er een naam aan te geven, want dit is een cover dat onder eigen merk wordt uitgebracht. Dus laat ik het de tapcovers.nl cover noemen, of tapcover cover. ik weet niet precies hoe ik het zou moeten beschrijven. Het is in ieder geval een cover dat veel heeft afgekeken van de smart cover van Apple. Dus vier van deze ribben heeft aan de voorkant, zodat dat wat stand-opties biedt. Maar het is ook bescherming voor de achterkant. Dus dit is een full body cover. Dit soort type covers heeft meestal mijn voorkeur. Ik hou ervan om lekker veel grip te hebben op mijn dure apparaatjes. Dus dit zijn de dingen die ik mooi vind. En dit design staat me ook erg aan. Ik ben persoonlijk niet zo'n fan van de kleur. Maar goed, dat kan gebeuren. Maar dit zit mooi in elkaar. Het lijkt wat op leer, maar het is geen leer. Het is een hoogwaardig TPU letter, weet ik veel wat het ook is. Het is plastic, zeg maar. Maar het voelt hartstikke goed aan. Luxer dan de meeste koffers die van PU of TPU, ik weet niet precies hoe dat heet, gemaakt zijn. Als we even kijken naar de koffer, dan zien we dat er een magnetische functie in zit. Maar daar kijken we zo even naar. Als we hem heel eventjes eruit klikken. Moet ik hem even goed losklikken. Zo, dan zie je dat het een plastic, hard plastic achterkant is met dus een stukje rubber eroverheen, zeg maar, het materiaal. En de binnenkant is van een zacht grijs standaard spul, zodat je geen krassen krijgt op de binnenkant van de iPad. Ik zou hem alsnog één keer in zoveel tijd schoonmaken, maar in principe mag dit geen probleem opleveren. Hij klikt dan in vier hoekjes vast, dus je zet hem eerst in twee hoekjes en klikt hem dan vast. Je hoorde hem waarschijnlijk klikken. En nu zit de cover, of de iPad zit stevig in de cover. Dit doe ik elke keer. Ik ga daarmee ophouden, want het gaat natuurlijk een keertje fout. En dat zou ook zonde zijn. Maar ook deze durfde ik weer aan de flap vastpakken en te schudden. Laatste keer. Een magneet aan de voorkant, hè, zodat het bekende aan en uit van de iPad werkt. En dus die vier ribben. Als ik hem zo draai, dan valt er iets meer schaduw. Dan kunnen we dat beter zien. En dan kan je zien dat je hem kan oprollen, zoals iedere smart cover. En dan kan je hem oppakken, omflippen en er een standpositie in gebruiken. Hij kan natuurlijk naast typen, kan hij ook in de, ja, hoe noemen ze dit? De filmstand, de media stand. En ja, op de site van tapcover staat dat die ook zo gebruikt kan worden als derde stand. Ik zou dat nooit doen en laat dat maar voor wat het is. Er is eigenlijk niet zo heel veel meer over te vertellen dan dit, zeg maar. Want het is in principe een hartstikke mooi ding. Ik vind hem vrij kostbaar, maar het geld wel waard. Ik heb een heleboel covers getest al. Ook in het verleden voor andere versies van de iPad. Ja, dit is €50. Is on par, zeg maar, gelijk met andere €50 cases. Maar omdat dit design me heel erg aanspreekt, is het mijn favoriet geworden. Toch zijn er een paar kleine dingen die wat mij betreft een beetje inherent zijn aan het design, maar toch deels problematisch. Want dit is dus een cover die, kijk, zeg maar, ik weet niet of je het kan zien op de camera, die heeft iets te veel ruimte, zeg maar. Dus op het moment dat je hem in een tas hebt, gebeurt dit opflappen heel veel. En dan, misschien hoor je het, gaat de iPad aan en uit. Dus ik vervoer hem zo in mijn tas en dan valt het mee. Maar hou er rekening mee dat het zo'n koffer is die een beetje aan en uit kan flippen, zeg maar. Een latch of een extra riempje aan de voorkant had daar een oplossing voor kunnen zijn. Ik weet niet of het nadeel van zo'n ding opweegt tegen de voordelen van zo'n extra clipje. Een ander ding wat mij opviel is, even kijken, was dat de hoekjes, dat zit ook een beetje van dat rubber overheen. Ik weet niet hoe lang dit
goed blijft. Ik denk dat als je er voorzichtig mee bent dat dat wel los zal lopen. Aan de andere kant, het voelt dus als een stukje opgespoten rubber. Dat soort dingen gaan doorgaans vrij snel stuk, eerlijk gezegd. Maar al met al is het echt een prima mooie case. Ik ben er erg fan van. Hij is beschikbaar in verschillende kleuren op tapcoffers.nl. 49,95 dus, zoals ik zei. En een aanrader. Tot de volgende keer.